VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. We kijken vooruit op Feyenoord VVV en ook een beetje op VVV Groningen. Chinese scholieren op voetballes in Venlo. Natuurlijk de top 3, maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd tegen Heracles. Veel beweging om hem heen. Hij blijft knap aan de bal, Bradley Kouwas. En daar het doelpunt. Heel snel dus al, derde minuut. Adrian Dalmau, Heracles staat op voorsprong. En weet weer wat scoren is. Hier dan toch een versnelling. En dan kan Kouwas gaan uithalen. Geeft hij de bal nog aan Van Hintem. Bijna was daar Dalmau. Uiteindelijk nog de mogelijkheid voor Osman. En het scheelt niet veel of het staat hier al 2-0. Ja, goed. Mlappa meegegeven aan Opoku. En dan staan er genoeg ploeggenoten in het strafschopgebied. En is het hier raak ook. Maar gaat de vlag voor buitenspel omhoog. Buitenspel van Grot. Dus het doelpunt van VVV dat al luid werd bejubeld door de bank, door Maurice Stijn. Het doelpunt gaat niet door. En het lijkt inderdaad buitenspel te zijn. Voor J-Roy Grot. Zeuntjens. Oeh, dat is erg slordig. En riskant bovendien. Peterson is weg. Kouwas is er ook. Nou, schiet hem er maar in. Peterson, niet de juiste keuze. Toch nog het doelpunt van Duarte. Omdat hij heel goed reageert. Eigenlijk maken Peterson en Kouwas er een potje van. Duarte schiet hem raak. Zuzic. En onderschept op Peterson. Wat is VVV dan slordig? Peterson. Overtreding. Ja, strafschop. Een penalty voor Heracles, afgedwongen door Christoffer Peterson. Maakt hij eindelijk weer eens een goal, Christoffer Peterson. Dat doet hij. De strafschop dwars door het midden. En eindelijk weer eens een treffer voor Peterson. Het staat 3-0 voor Heracles. Lekkere voorzet. Zuzic terugleggen op Grot zou logisch zijn. Maar het duurt te lang bij Zuzic. Toch de voorzet. Oh, wat een mooi hakje van Mlappa. Hij raakt de buitenkant van de paal. Dat verdient eigenlijk een doelpunt. 25 minuten nog. Zuzic met de vrije trap. Opoku met de kopbal. En daar zit hij erin. En dan kan het zomaar weer spannend gaan worden. Het doelpunt van notabene centrale verdediger Reuseler. Reuseler maakt zijn eerste doelpunt in dit seizoen. Daar gaat hij weer, Christoffer Peterson. Ingreep Rutten, maar opgepikt door Duarte. Merkel buitenom. Oh, Lerin Duarte. En 4-1 voor Heracles. VVV geeft nu veel ruimte weg. Dalmau. Ja, blijft op de been. En Dalmau. Heel dicht bij 5-1. Kouwas, Duarte loopt door. Gaat hier nog een maken. Duarte. Oenerstalred. Invaller Dos Santos. Oh, dat is een beste bal zeg. Geweldige redding van Oenerstal. Anders wordt het hier alsnog 5-1. Ja, een slecht begin. Dat doet je denk ik heel lang achter de feiten aanlopen. Vond dat we niet thuis gaven eigenlijk als asploeg zijnde niet. Heel snel achter, heel snel onrustig werd het. In de spaarzame uitvallen die we hadden, als we daar wat nauwkeuriger zijn, dan hadden wij ook kunnen scoren. Nou goed, dan ga je 1-1 of 1-0 de rust in. Ja, dan is natuurlijk wel een redelijk cruciaal moment de goal die afgekeurd wordt. Hè, wat geen buitenspel blijkt te zijn. Dat is voor mij natuurlijk onbegrijpelijk als er natuurlijk een VAR zit. En deze goal, die keuren ze af. En een minuut later geef je een doelpunt weg. En 4 minuten later nog één. Dus ja, dan is het eigenlijk een verloren wedstrijd. Dus een slechte beurt van onze kant. Slordigheden in jullie spel, denk ik wel. Ja, als je ziet hoe wij de 2 en de 3-0 inleiden. Die leiden we zelf in door balverlies. Ja, nogmaals, het was gewoon een hele slechte beurt van ons. Want uiteindelijk met 4-1 komen we er denk ik nog bekijkt vanaf. Want het hadden er ook wel meer kunnen zijn. Dus we hebben die wedstrijd heel snel vergeten en weer door naar de volgende. Ja, nog even een beetje gekscherend misschien, maar het lag niet aan het tenue?
Nou, dat hoop ik niet, nee. Want we moeten nog vaker in dat tenue. En ik vond het juist een heel mooi tenue. Ik vond de uitstraling hebben mooi, maar... Nee, het was gewoon niet goed, punt. Ja. Toch nog even, ja, je krijgt dan op je broek, zeg maar, met 4-1 van Heracles. Je gaat niet naar die vierde plaats, wat had gekund. Is nu toch het naar onder kijken in de stand begonnen? Nou, dat doen wij al het hele seizoen. Het is natuurlijk wel leuk dat nu je een iets meer reëel beeld krijgt van de verhouding in de Eredivisie. En wij kijken het hele seizoen al naar onder en zeker niet naar boven. Want dat wij vierde en vijfde staan, dat kon natuurlijk elk wel, denk ik, mensen wel indenken dat we niet naar 34 wedstrijden op die positie staan. Dus je kijkt naar onderen. Wij zijn de competitie ingegaan als met in alle opzichten de 17e plek. De begroting, het spelersbudget, noem het allemaal maar op. Nou, dan is het logisch dat je altijd naar beneden kijkt. En omdat we nog niet zo ver zijn om naar boven te kijken. Je kijkt naar ploegen als Zwolle, Heracles. Dat zouden in de toekomst voorbeelden voor ons kunnen zijn. Nou, als je eenmaal zo ver bent, dan zou je wellicht eens wat hoger kunnen kijken. Maar wij moeten gewoon heel realistisch zijn en erin blijven dit jaar. Dat is de enige doelstelling die telt. Dat is natuurlijk anders dan dat je gewend bent. Normaal gesproken sta ik training te geven aan de lage jeugd, aan de onderbouw. Maar het is toch een andere leeftijd, andere cultuur, ander land, een andere taal. Dus voor mij een ontzettende uitdaging om hier training aan te geven. Maar wel ontzettend leuk en hartstikke leerzaam. Maarten Hansen is normaal trainer-coach van VVV onder 12. Maar de afgelopen 10 weken mocht hij 22 Chinese jongens beter leren voetballen. De scholieren van de Beijing Sport University kregen bij VVV een voetbalprogramma. Daarnaast was er een cultureel en educatief programma met Engelse les en uitstapjes in de regio. Via onze eigen contacten is de vraag toevallig bij ons uitgekomen. De school zelf was zoekende naar een Nederlandse partij die hun een dergelijke trip zou kunnen bieden. Daar hebben wij een voorstel voor gedaan. En uiteindelijk hebben ze gelukkig voor ons gekozen. Kunnen ze ook een beetje voetballen? De kwaliteitsverschil dat varieert nogal, maar er zitten zeker wel aardige voetballers tussen. Spelers zijn 14 tot 16 jaar oud, dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar er zit zeker wel wat tussen en voor mij als trainer een leuke uitdaging om ze in 10 weken wat mee te geven, zodat ze ook iets hebben geleerd. China is geen voetballand. We hebben te maken met een leider die wel hele hoge ambities heeft en daardoor ook heel veel investeert in voetbal. Mede daardoor ook dit project, dus gedeeltelijk staatsgefinancierd. Dus dat biedt kansen. Aan de ontwikkeling van de jongeren zie je wel dat er veel nieuw is. Ook culturele verschillen die van invloed zijn op de manier hoe je ze traint. Ja, ik zie wel heel veel verschillen in discipline van de jongens. Niet dat deze jongens die bij ons in de opleiding zitten geen discipline hebben. Maar er zit heel veel acceptatie vanuit die jongens. Ze zijn heel gedisciplineerd, heel respectvol. Niet alleen richting trainers en richting staf, maar ook richting elkaar. Dus dat zijn voor mij eigenlijk de grootste verschillen. De Chinezen zelf hebben vooral geleerd dat samenwerking in een voetbalteam heel belangrijk is.学到最重要一点应该是那个队员之间的团结相处，然后我觉得足球是一项团队运动，如果没有了团队，然后个人再厉害也不算什么。学到的就是团队的团结，然后每个队员都是把关系搞好，场比赛都会就是每个人鼓励，对我的帮助就是帮助每个队友去调节我们这个团队的氛围。学校就是团队精神吧。 Ja, het niveau van voetbal moet zeker omhoog. Ze hebben als ambitie om in 2030 wereldkampioen te worden. Nou, dan denk ik dat dit een heel goed initiatief is om in andere landen te gaan kijken hoe ze het daar doen. Ze willen zich hier echt ontwikkelen, ondanks dat hier niet de intentie is, zeg maar, om spelers op te gaan leiden voor betaald voetbal ooit in Venlo. Dat zit hier niet achter, dat is echt een ontwikkelprogramma. Maar door je gezicht in China te laten zien, gaan er gegarandeerd deuren open die ons verder kunnen helpen als club. Komend voorjaar zal opnieuw een team gedurende 10 weken te gast zijn in Venlo. De bedoeling is dat het partnership leidt tot verdere samenwerking, waarbij kennis wordt gedeeld op sportief, educatief en cultureel vlak. En wie weet zien we een van deze jongens ooit terug op een WK.
我的足球梦想是成为一名优秀的职业足球运动员，然后可以为国效力。我的梦想就是成为一名职业足球运动员，就希望在我的这个尽我的努力去成为一名职业的球员。就是能够希望留在欧洲踢球吧。 VVV gaat vanavond op bezoek bij Feyenoord. Deze wedstrijd werd een maand geleden snel na de aftrap gestaakt omdat de stadionverlichting in de Kuip uitviel. De Venlonaren hopen op een stuntje in Rotterdam tegen de nummer 3 van de Eredivisie. Dat is altijd als je naar een topclub gaat, hopen op een stuntje. Dan moet je zorgen dat je zelf dat alles mee zit en dat Feyenoord misschien een aantal keren pech heeft of misschien daar makkelijk over denkt. Nou ja, je weet niet wat er allemaal dan speelt, maar dat zijn dan de enige momenten, vind ik, vaak tegen zo'n topclub. Dan moet bij jezelf alles kloppen en dan bij de andere kant net niet. Het is natuurlijk ongemakkelijk dat die wedstrijd nu in is gepland, want vorige keer ben je in Rotterdam. En ben je volledig fit met een hele fitte groep. En ja, dat is natuurlijk nu niet het geval. We missen veel spelers. Er zijn ook nog 2 geschorst. Dat is wel een heel ongemakkelijk moment om dan die wedstrijd in te halen voor ons. Maar goed, het is niet, ook dit is weer zoals het is. Dus we zullen daar naartoe gaan en onze huid duur verkopen. VVV is dus flink gehandicapt. Van Ooyen, Jansen, Post en Dekker zijn zeker niet van de partij. Koem kampt met de naweeën van een stevige buikgriep. En Joosten haakte tijdens de afsluitende training geblesseerd af. De overige spelers moeten dus aan de bak. Normaal hebben wij een redelijk, of ik vind het ook een sterke bank, hè, waarin je kunt schuiven. Dat hebben we bij AZ ook gedaan om iedereen fit en fris te houden. Een lang seizoen. Ja, alleen nu moet je iedereen gewoon gebruiken omdat we 5-6 man missen ten opzichte van de vorige wedstrijden. Dus dan zijn er geen momenten voor rust in te pakken. Andere kant is het ook gewoon een competitiewedstrijd waarin punten te verdienen zijn. En ik kijk altijd gewoon naar de eerstvolgende wedstrijd en dat is morgen. Dus ja, morgen ga ik gewoon met de sterkste 11 gaan we starten. En zondag komt FC Groningen op bezoek in de Kuil. Kijkend naar de stand is het verschil groot tussen beide ploegen in het voordeel van de Venlonaren. Maar Stijn weet wel beter. Nou ja, dat is het gevaar waar wij al eerder tegenaan zijn gelopen. Als je puur naar basis van de stand kijkt, dan ben je geneigd dat te denken. Het scheelt 6 punten. Maar als je naar de selecties van beide ploegen kijkt, dan denk ik dat wij wellicht wat te hoog staan en dat Groningen wellicht te laag staat. Dus je hoeft alleen maar individueel alle spelers naast elkaar neer te zetten. En dan denk ik dat elke voetbalkenner genoeg ziet. Dus ik hoop niet dat iedereen binnen Venlo er zo naar kijkt, want dat is geen reëel beeld. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden. Er zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennarty. Nu terugleggen, Mlappa en Seuntjes. De doorkop is van een speler van Fortuna. En Mlappa profiteert daar geweldig van. Paco Celef is daar gezien. En dan is dit 3-1. En wint VVV deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt daar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee, want het staat 2-2. En zo ziet de top 3 van VVV er nu uit. Deze keer mag J. Roy Grot er een nieuw fragment in zetten. Dan haal ik toch het moment eruit tegen Fortuna. Dat we dan winnen aan de 5e plek hebben in de Eredivisie. En dan wil ik het moment voor de supporter van AZ erin zetten. Dat zowel de AZ-fans als VVV-fans met de spandoek daar stonden met z'n allen. Dat vond ik wel een mooi gebaar naar de zieke fan van AZ. Dus dat is mijn top 3. Oké, mooi moment inderdaad. Het gaat om Marco, een AZ-supporter als ik het goed heb. Ja die was ongeneeslijk ziek, hoorde ik. En ja, ik zag de supporters van VVV ook het veld oprennen met een spandoek en ze zingen. Of ja, in ieder geval daar staan. En ja, dat vond ik wel heel mooi dat bij het voetbal hoort, zeg maar. Ja, dat is mooi om te zien dat er meer is alleen de strijd op het veld tussen 2 teams. Ja, precies. Want je bent eigenlijk tegenstanders, maar toch sta je er eigenlijk als 1 team. Alle supporters bij elkaar en
ja, voor een zieke fan, dat vind ik wel een mooi gebaar. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.